No justice, no peace. Stop killing our people in the USA. In 2020, Zwarte Piet vrij. Stop killing black people. Stop police brutality. Black lives matter. Ik ben zelf half Nederlands, half Somalisch. Dus om dan een beetje tussen die twee in te zitten en van allebei kanten een beetje mee te maken, voel je gewoon echt mee voor je medemens en voor je familie en voor de black culture, weet je wel. Ik ben hier omdat ik vind dat ik zelf al veel te lang toegekeken heb. En dat het nou een keer echt klaar moet zijn. Ja. Met al het geweld en de oneerlijke behandeling. En weinig represailles. Iedereen hier, iedereen, maakt niet uit waar je vandaan komt, van wie je houdt, welke taal je ook spreekt. We zijn samen, we hebben elkaar. We hebben elkaar. En inderdaad, mevrouw, samen sterk. Je bent een van de organisatoren vandaag. Wat vind je van de opkomst? Ja, prachtig. Ik heb de Dam nog nooit zo vol gezien voor een protest over racisme, laat staan anti-zwart racisme. Dus ik vind het heel mooi om zoveel mensen te zien, jong, oud, zwart, wit en alles ertussenin. Ik vind het geweldig. De opkomst is echt amazing. Het is meer dan verwacht, meer dan gehoopt en het maakt ontzettend blij en trots en hoopvol. Ik heb meestal ook microagressie. En als de mensen die weten wat microagressie is, wanneer je... Het zijn vaak van die opmerkingen die soort van racisme zijn, maar niet... Het zijn vaak wel van die hele achterbakse opmerkingen die toch nog wel jou minder maken dan bijvoorbeeld de white people. En daar heb ik heel vaak mee te maken. Eindelijk zie je dat mensen echt ook, zeg maar, zich tegen racisme gaan verzetten. Ook witte mensen in solidariteit laten blijken. En ja, dat is hoopgevend. Divers Amsterdam kwam bij elkaar om samen te zeggen Black Lives Matter. En dat het tijd wordt dat wij onze medemens gewoon gelijkwaardig behandelen. Aan het begin stond ik hier en er was een beetje muziek en zo. Ik dacht van, het lijkt op een festival. Maar toen mensen echt gingen delen en mensen die woorden gingen zeggen en mensen gewoon gingen zeggen hoe ze zich voelden in eigen ervaringen, was ik echt van shit, man. Dit kan gewoon voor veel mensen in ieder geval iets bijbrengen voor de komende jaren. Je wilt er zijn, want er zijn genoeg white people die er gewoon zijn voor de black community. Bro, kom op. Mijn moeder en vader zijn samen. Er is hoop voor de wereld. Voel mezelf verdomd in eigen hart. Spreek voor mezelf en zet je op en kijk op wat. Als geboren in